serveur est avancé, tu doubles pas avec moi. We zijn in de opvaart op de Seine met leeg schip weg naar onze laadplek. Dit is sluis Porte à l'Anglais. Comme ça, il n'y a pas besoin de se marrer, ça va bloquer, non? Oh putain, j'ai pas d'où il sort aussi celui-là, mais ça commence à bien faire. Sans déconner, tu les attends déjà presque un quart d'heure aux écoles. Les schepen die al in de sluis liggen, moesten er even over overleggen. Énervé, man. Énervé. Non, c'est énervant. C'est comme hier, puis j'ai l'attente de Mackenzie, c'est le bordel. Ce que j'allais te dire, t'as dû voir des gens bizarres là-haut. Je zou eigenlijk de andere sluis schutten, die noemen ze hier naar de oever waar die ligt. Dit is de Rive Droite en die andere is de Rive Gauche. We zouden dus eerst een andere sluis schutten, maar op het laatste moment bedacht de sluiswachter zich en wilde die dat we graag in deze sluis mee zouden gaan. Dus bij het invaren moeten we even zorgen dat we de ingang van de sluis vrijvaren. En natuurlijk ook niet tegen het schip aanvaren wat er al ligt. Allemaal niet zo'n probleem, maar we moeten wel even opletten. Dit zijn komsluizen. En dat wil zeggen dat de ingang en de uitgang van de sluis wat smaller zijn dan de sluis zelf. Dit zijn de sluisingangen aan allebei de kanten. Waar we even voor moeten oppassen. Straks met het achterschip moet ik ook opletten. Als ik hem erin draai, dat hij er niet tegenaan komt. Je hoort op de achtergrond ook heel duidelijk het schroefwater van de Auxerrois, het schip naast ons. De meeste sluizen op de Franse rivieren zijn naast de stuw gebouwd. Ik vind zo'n stuw altijd heel mooi uitzien, het stromende water. Je moet je Oké, okay, maak maar los. Ja. We kunnen uitvaren. En de Auxerrois naast ons is dus iets eerder naar binnen gegaan. Dus hij zou eigenlijk voor ons uit mogen varen. Maar hij is geladen en wij zijn leeg, dus wij zijn iets sneller. Dus hij laat ons voorgaan. Dan hoeven we hem straks op de rivier niet in te halen. Bij het uitvaren moeten we opletten dat de sluisopening wat kleiner is dan de sluis zelf. Gelukkig hebben ze wat staken neergezet, zodat je goed kunt zien waar de sluismuur precies zit. Ook met leeg schip, want we kunnen natuurlijk geen van allen over het schip heen kijken. Maar dankzij die staken is het heel goed te zien.